Dan aan tafel Eline en Johan van Stichting Buiten de Boot. Welkom allebei en Stichting Uit Zwolle. Dankjewel. We hebben met de regionale omroepen de afgelopen tijd heel veel voedsel ingezameld voor de voedselbanken. Ja. Dat is heel goed gegaan, maar jullie zamelen ook voedsel in. Maar dan net voor de juiste mensen die buiten de voedselbanken vallen. Juist. Buiten de boot. Buiten. Hoe zit dat? Ja, er zijn zo'n hele grote groep mensen die in armoede leven, die net niet voor de voedselbank in aanmerking komen. En die bij de hulpverlening terechtkomen omdat ze op een gegeven moment hun geld op is en dat ze geen eten drinken meer thuis hebben. En die worden aangemeld bij ons. Eline, moet je me toch eens uitleggen, want hoe kan het dan zijn als je geen inkomen meer hebt dat je net buiten de reguliere opvang valt? Nou, het kan zijn dat je in één keer een hele hoge rekening binnenkrijgt of door een ander in de zonder baan zit en geen inkomen meer hebt, bij wijze van. En voordat mensen zeg maar naar een hulpinstantie gaan, die drempel is al enorm hoog en dan ben je vaak al stappen te ver. En dan kan je wel zeg maar, de voedselbank aanvragen, maar dat duurt 2 tot 3 weken. Ah. Maar ja, wie kan er wachten zo lang zonder eten en drinken? Dus het gaat over de mensen die zeg maar, tussen wal en schip vallen, ja. Buiten de boot. Ja. En 2 en 3 weken moeten wachten. Wat doen jullie dan? Ja, meestal een aanvraag binnenkrijgen is... als het dan vanuit maatschappelijk werk of dergelijke binnenkomt, dan... Daar werken jullie mee samen? Ook. Maar hebben er ook mensen waar zomaar, dan moet je checken. Maar als het vanuit hun komt, dan is het ook gescreend natuurlijk. Nou, dan verzorgen we in ieder geval dat die mensen wat te eten en zo hebben. En dan kom je aan deuren dat mensen echt je aankijken en zeggen, ja, we hebben al een week alleen maar broodje gegeten of die dingen. Al een week lang helemaal maar droogbrood en water. Brood. Ja. En dat is natuurlijk echt schrijnend in deze tijden. Klopt. Ja. Zeker in deze decembermaand lijkt me. Ja, maar ja, en daarom heeft zij op een gegeven moment ook dat, zeg maar, die actie wat we nou hebben lopen, zeg maar, van adopteren een gezin. Ja. Daar is ze eigenlijk zo mee begonnen. Vertel, waar ben je mee begonnen? Adopteren een gezin? Adopteren een gezin met de feestdagen. We hebben met Sinterklaas gehouden en met kerst doorgepland. Ik kwam op het idee dat ik een keer een voedselpakket aan het rondbrengen was. En dat ik denk van ja, maar het is toch bizar. Ook al breng ik wel eten. Hè, het is een hele sociale uitsluiting voor kinderen alleen al. Dat ze niet kunnen zeggen van ik had een cadeautje in mijn schoen. Ja. Of ik kan met papa en mama geen Sinterklaasfeest vieren. En dat werd zo'n overtuigend succes dat er 50 gezinnen in Zwolle zijn die andere gezinnen geholpen hebben. En dan ja, in de vorm van of een maaltijd brengen of een jutezak vol met cadeautjes brengen. Met een bus slagroom erbij, met wat lekkers erbij. En met kerst is dat ook. De ene doet 3 tassen vol boodschappen. De ander die bereidt een kerstmaaltijd, die brengt het erheen. De andere een gourmetschotel. Het kan op alle mogelijke manieren. Ja, dus. Het is ik ben puur alleen voor de koppeling. Ja. Ik geef de gezins... samenstelling door. En ze mogen zelf, of wel of niet, dat ze het zelf aan huis brengen. Soms vinden ze de emotie ook wel zwaar om te zien van hoe dicht de armoede eigenlijk bij jou in de buurt ligt. Ja. Want dat kan je buurman zijn. Ja. Hoe komt het dat jij zo geraakt bent door dit onderwerp? Hetzelfde, wat ik van als je om je heen kijkt, van zeg maar jaren terug kon je zeggen, bepaalde wijken heerst armoede. Maar armoede kent nou geen wijk meer. Nee, jij bent armoede, zelf opgegroeid in Deventer. Ja, Deventer. En gewoon een goede wijk. Ja. En ik bedoel, maar als je om je heen gaat kijken, je kan niet meer aan de buitenkant aan iemand zien wat nou armoede is of niet. Heel veel mensen durven er niet mee naar buiten te treden. Dus als jij bij mensen aan de deur komt, dan is de ene keer een bankdirecteur en de andere. Dat kan er ook zijn geweest, ja zeker. Ja. Of ondernemer of wat dan ook. Maar net is ook evengoed iemand die in de schulden terecht is gekomen of ziek geworden. Ik heb ook mensen waarvan de man ziek is geworden, bedrijf kwijtgeraakt door de ziekte en steeds verder naar beneden. Ja, hele rare gevallen kom je tegen. Hele schijnende gevallen lijkt me ook. Hoe ga jij er zelf mee om? Ja, het is wel moeilijk soms van je afschuiven. En daarom doen we ook doorzetten. Hè? Ja. En dus zeg maar, als we zoiets hebben, we handelen, proberen ook gelijk af te handelen. Dus we afgelopen weekend kregen van iemand wat te horen. En toen zei ze, ja, dat moet gewoon gelijk. Dan kunnen we niet wachten tot maandag, kregen we ook van maatschappelijk werk. Wat was dat dan van geval? Nou, dat was via de Facebookpagina Voedselpakketten Zwolle en Omgeving, kreeg ik een bericht van een maatschappelijk werker. En die zei van, ja, het is geen professionele manier van handelen. Maar ik zit hier heel erg mee en ik heb 2 weken vrij. Ja. Maar ik kreeg vandaag een hulpvraag binnen. Dat was een gezin met 3 kleine kindjes. Waarvan de ouders al 2 maanden op water en brood leven. Om de kinderen maar eten te kunnen geven. Ja. En toen hebben wij gelijk een noodpakket naar die mensen toe lopen brengen. Ja. En die mensen worden ook weer gekoppeld aan iemand anders. Die krijgen ook nog weer een kerstmaaltijd eroverheen. Ja. Ongelooflijk dat je daar dan aanklopt, lijkt me.
Die vrouw vlog mij om de nek heen. Die stond echt vol verbazing te kijken. Maar dan moet je zelf als persoon ook slikken. Ja. Dat je denkt van, hoe kan dit? En dan praat je over 2-3 straten achter ons. Dat is in de buurt van de meeste grote villa-wijken. En dan zie je zelf, nou, huisje, bompje, beestje lijkt me. Maar het is echt niet zo. En dan sta je daar met een pakket en je staat daar ook met iets voor de kinderen. Maar ja, kan je die mensen dan ook verder helpen nog weer? Want wat kan je verder doen? Ja, wij kunnen een stukje advies geven van welke. Want er is qua armoedebestrijding enorm veel in Zwolle. Wij merken ook, wij werken zoveel mogelijk samen met verschillende platformen ook. En dat advies geven we mensen van ga daar en daarheen. En ja, mochten mensen echt vastlopen in het systeem of klem zitten, dan willen we vaak ook wel met ze meegaan. Ja, want hoe kan het nou zijn dat we zoveel van dat soort armoedebestrijding organisaties hebben, maar dat nog steeds mensen letterlijk en figuurlijk buiten de boot vallen? Omdat ook heel veel, juist zoals u het zegt, buiten de boot, heel veel van die organisaties hebben bepaalde, en je moet ook wel lijnen trekken natuurlijk, maar die hebben lijnen en die worden gehanteerd. Als u bijvoorbeeld het idee van de voedselbank neemt, dan kijken we naar het inkomen van iemand. Ja. Maar valt iemand daar net €5 boven, dan valt die buiten de boot. Ja. Maar die persoon die het dan wel krijgt, die heeft wel 2 keer nog een kleine aanvulling van de voedselbank erbij. En die komt eigenlijk in werkelijkheid in de praktijk aan het einde van de maand nog beter uit als die gezin met die €5 meer op papier. Precies, ja, precies. Dus het gaat om de wetten en de regels. Juist. Ja. Met Sinterklaas hebben jullie een ongelooflijk grote actie gedaan. 80 kinderen, geloof ik. Die allemaal een cadeau kregen, allemaal pepernoten kregen. Pepernoten, cadeau, grabbeltonnetje bij de ingang. Sinterklaas erbij met intochten. Ook allemaal vrijwilligers. Dus iedereen eraan meegewerkt. Groot super. Succes. Ja, super. Wat gaan jullie met kerstmis doen? We hebben zelf ervoor gekozen om op kerstavond een aantal kerstpakketten, tientallen, te gaan rondbrengen. Naar mensen die op welke wijze dan geen kerstpakket ontvangen. En puur eigenlijk geen kerstdagen kunnen vieren. He, dat mensen toch een extraatje, een ondersteuning met wat lekkers erin. Ja, dus dat gaan wij op kerstavond doen. Dat is onze kerstboodschap. En dat geeft jullie natuurlijk zelf ook wel echt een kerstgevoel. Ja, maar dat is ook toch? Kerst. Want kijk, mensen hebben het over kerst, maar het moet eigenlijk elke dag kerst zijn. Ja. Het is niet alleen die actie wat we zo en wat u net vraagt ook. We proberen altijd ook nog, als ik vraag ook mensen 2 weken of 3 weken later, hoe is het nou verder? Is het gelukt daarmee of zo? Soms zijn dus je hebt wel terugkoppeling ook weer met de mensen. Ja. Je moet er ook, soms moeten ze alleen maar een stapje hebben. Het is soms maar heel klein in de richting. Dus zeggen, kan ik dat daar vragen? Ja, en jullie doen dat in Zwolle. Het lijkt me dat jullie daardoor ook heel goed in kaart hebben wat in Zwolle zeg maar de armoede is. Klopt. Kun je daar een beetje een beeld van geven? 3000 kinderen zonder eten naar school. 3000 kinderen zonder eten naar school? Alleen in Zwolle? 3000 alleen in Zwolle, ja. En hoe komen jullie aan die cijfers dan? Hoe komen de cijfers zijn uitgerekend. Van een eerder dingetje wat we ook gepubliceerd hebben op armoede. Dat kan je daar wel nalezen. Maar daar is al daar hebben we ook gezegd, joh, het lijkt wel of het steeds ook groter wordt. Ja. Die kloof tussen de mensen, tussen de armoede en de rijkdom is ook die wordt steeds. Dat gevoel hebben jullie ook. Ja, dat zie je. Ja. En jullie doen veel via Facebook. Als het goed is, staat de titel ook in beeld. Dan kunnen mensen jullie bereiken. Ja. Via Facebook kan je natuurlijk veel voor Zwolle doen, maar ook voor de rest van Nederland bijvoorbeeld. Ja, klopt. En we hebben ook al zeg maar, in de loop van de tijd natuurlijk overal mensen. En ja, we doen ook wat door het hele land heen. Niet zozeer de voedselpakketten, maar dan meer zeg maar, dat soort dingen. Wanneer mensen helemaal stuk zitten in dit. Tips geven. Tips geven of kijken, erheen gaan. En dan desnoods ook als je hoort dat zo'n moeilijke situatie is met een pakket. En tegelijkertijd. Soms is het natuurlijk ook gewoon even luisteren. Hè? Luisteren, het oor bieden. Klopt. Ja, dat kan ook. Nou, daarnaast zijn we wel een platform aan het oprichten. Want er zijn door heel Nederland wel meerdere groepen die voedselpakketten uitdelen in dezelfde situatie als wij doen. En we willen wel gaan kijken om het landelijk een platform te gaan neerzetten. Van hoe kunnen we gaan samenwerken? Want daar ligt wel de kracht om zoveel mogelijk met iedereen te gaan samenwerken. Ja, en zoveel mogelijk via internet en Facebook. Klopt, ja. En Weggeefhoekje is er ook een van, geloof ik. Ja, Weggeefhoek 038, daar hebben wij een hele goede samenwerking mee. Daar doen wij de acties ook die wij met
Sinterklaasavond hebben wij een oproep. Hebben we 26 gezinnen kunnen verblijden met nog een tas met wat lekkers erop. Dat was een grandioze actie. Ze is eigenlijk een beetje te vergelijken. Zelfs daarnaast doet ze nog bij de weggeefhoekers ook nog beheerder. Samen met Rina Rezicht en Jan Scheer samen. Ja, en het allemaal, ja, prachtig dat jullie dat doen. En dat jullie dat helemaal zelf uit de klei hebben getrokken. Ik hoop dat jullie dat ook nog heel lang kunnen blijven doen. En dat voor iedereen een heel mooi kerstgevoel geeft. En vooral ook voor jullie. Dat proberen we. Dankjewel. Ja. Okay. U ook bedankt. Yeah.